Davinia van Mechelen, vandaag België-Denemarken in Tubeke. Jouw tweede wedstrijd, je valt in de tweede helft. Hoe liep het? Ja, de spelers hebben me goed opgevangen, dus ik kon mijn fris hoofd invallen. En ik heb proberen mijn best te doen. En je staat 5 minuten op het veld en dan een mooie pas van Julie en... Ja, dat is de verdienste van de ploeg. Ik zag de keeper uit de goal staan. Ik zei, ik ga proberen erin te stiften en het is gelukt. Dus dat is altijd leuk om een goaltje mee te pikken. Het is wel een mooie goal, hè? Je eerste voor het nationale ploeg. Ja, dat is heel mooi. Jennis heeft mij het vlagje meegegeven waar ik heel blij mee ben natuurlijk. Ja. Het is een mooie start van Meer. Eventueel hopen op die EK 2017 in Nederland ook. Ik zie deze als een beloning van wat ik in de Belgische competitie doe en ik ga blijven werken en we zien wel als ik mee mag of niet. Hè. Eerst werken op de elite ronde van die 19 en dan zien we wel. Ja. En dan nu vrijdag met Standaard tegen Gijst. Hoe zie je dat? Ja, dat is knopje omdraaien, terug met de club. Maar ik ga hard werken om vrijdag een mooie wedstrijd te laten zien aan de rest. Oké. Dankjewel, veel succes. Proficiat. Dankjewel.